Een weduwe had twee dochters. Een lieve, mooie, ijverige. En een lelijke, luie, gemeen. Maar ze hield veel meer van die lelijke luie dan van dat lieve, vlijtige meisje. Want die luie, die was haar eigen dochter en die andere niet. En het vlijtige meisje moest al het werk in huis doen, want die moeder deed het niet. En zus, die zat de hele dag in het zonnetje. Ze moest schrobben en boenen. Ze moest alle was doen. Ze moest spinnen en weven. Ze moest alle boodschappen doen. Ze moest de bedden opmaken. Ze moest de vloer schrobben. Ze moest het plafond afstoffen. Ze moest alles, al het werk doen in huis. Op een dag zat ze te spinnen bij de put en ze dacht aan alle boodschappen die ze moest halen. En alles wat ze moest gaan koken straks. En ineens sneed ze in haar vinger. En er druppelde bloed op de spoel. Huilend ging ze naar binnen. Mama, ik heb bloed op de spoel. Haar stiefmoeder werd boos en zei, spoel het af. Ik wil je niet eerder zien voordat die spoel en schoon is en vol. Dus het meisje ging terug naar de put. En ze probeerde de spoel erin te dompelen, maar het waterpeil was heel laag. En ze bukte zich en bukte zich en ineens viel ze in de put. Achter de spoel aan, nog helemaal vies en glibberig. Het water was koud en donker. En langzaam raakte ze bewusteloos. En toen ze weer bij kwam, toen lag ze in een prachtige tuin. Het was een lentetuin. Het was een tuin vol vogelgezang en vlinders die van bloem naar bloem zweefden. En bijtjes die in en weer zoemden. Het was een tuin met wind en heerlijk warm. Ze zag dat ze naast een wit pad lag. En omdat ze verder niet goed wist waar ze anders naartoe moest, begon ze het pad maar te volgen. Na een tijdje hoorde ze ineens een stem. Pluk ons! Pluk ons! Schud aan de boom! We zijn al lang rijp! Oh, ze keek en ze zag een hele grote, dikke, florissante appelboom. Dikke appels eraan. Van die glimmende, weet je wel. Van die dingen waar je alleen maar een hap uit wil nemen. En ze ging naar de boom toe, want ze wist dat het een boom was die geroepen had. En ze begon de appels uit de boom te plukken. Ze schudde en ze plukte totdat alle appels eruit waren. Die legde ze allemaal op een mooie stapel bij elkaar. En daarna ging ze weer verder langs het pad. Toen ze weer zo'n tijdje had gelopen, hoorde ze weer een stem. Haal ons eruit! We zijn al lang gaar! Toen was dat en ze keek en ze zag zo'n grote stenen bakoven. Die je vroeger nog gewoon midden in het land had staan. En ze keek en ze rook vooral. Want daar kwamen nu toch lekkere geuren uit die oven. Ze deed de deur open en oh, wat knapperige goudbruine brood. Ze begon de broden eruit te halen. Met haar blote handen, want dat was ze gewend thuis. Hè. En ze legde de broden op een tafel die naast de oven stond. Toen ze het laatste brood eruit had gehaald, toen ging ze weer verder langs het pad. Het pad kronkelde wat, ging een beetje naar boven, ging een beetje naar beneden. En kwam uit bij een huisje. En voor het huisje zat een oude vrouw. En toen het meisje dichterbij kwam, zag ze dat die vrouw een beetje lelijk was. En vooral hele grote, enge tanden had. Ze werd een beetje bang, maar het vrouwtje begon te praten. Ze zei, lief meisje, schrik niet. Ik ben vrouw Rolle. Als jij voor mij wilt werken en goed je best wilt doen, dan heb je het hier goed. En omdat al heel lang niet meer iemand zo vriendelijk tegen haar had gesproken, vergat het meisje haar angst. En ze ging voor vrouw Rolle werken.
Ze moest alles in huis doen wat ze thuis ook moest doen, maar ze kreeg vriendelijke woorden en geen gesnal. Er was één ding dat vrouw Holle heel belangrijk vond en dat was dat 's morgens haar kussen zou worden opgeschud. Ze zei, als je dat kussen nou goed opschudt, dat alle veren in het rond vliegen, dan gaat het sneeuwen op de aarde en dan kunnen de kinderen in de winter tenminste spelen. Dus elke ochtend pakte ze het kussen van vrouw Holle en ze flufte het en ze gooide het en ze zorgde dat er zoveel mogelijk veren rondvlogen. En ze had het inderdaad goed. Ze deed haar werk met plezier. Ze kreeg nooit een onvriendelijk woord. Ze had goed te eten. Ze had zelfs af en toe tijd om ook voor het huisje in de zon te zitten. Maar toch. Toen ze zo'n hele tijd er had gewoond, begon er iets te knagen. Iets. Een verdrietje begon er ineens op te komen in haar. Ze wist niet waar het vandaan kwam. En op een dag begreep ze het. Ze had heimwee. En ze ging naar vrouw Holle en zei, lieve vrouw Holle, ik heb het hier zo goed. Maar ik geloof dat ik nou toch heel graag naar huis zou willen gaan. En vrouw Holle zei, oh lieve meid, je hebt me zo goed geholpen. Ik zal je goed betalen. Kom maar mee. En ze bracht het meisje naar een grote poort. En ze zei, hier, dit is de poort naar huis. Ga maar. En ze deed de poort open. En het meisje stapte er onderdoor. En toen viel er ineens allemaal goud bovenop haar. Van top tot teen was ze bedekt met goud. En de poort ging dicht. En ze stond weer naast de put. En het was dag november. En ze was vlak bij huis. En toen ze het erf opstapte, begon de haan die op het hek zat te kraaien. Kukkelukie, kukkelukie. Zie daar onze gouden jonkvrouw nu. En ze ging het huis binnen waar stiefmoeder en haar stiefzus haar verbaasd aankeek en haar toen herkende. En nu waren ze natuurlijk heel vriendelijk tegen haar en wilden alles weten wat ze had meegemaakt. En ze vertelde het. Ze was zo blij om weer thuis te zijn. En de stiefmoeder en de stiefzus die keken elkaar zo eens aan. De stiefmoeder zei, hier heb je een spoel garen, meisje. Ga jij ook eens even wat van dat goud halen? De stiefdochter liet zich dat niet twee keer vragen. Meteen ging ze naar de put. En ze dook met spoed en al in die put. En ook zij raakte bewusteloos. En werd wakker in die mooie grote tuin. Maar ze had haast. Ze keek niet om zich heen hoe mooi het was. Ze begon meteen langs dat pad te rennen. En ineens hoorde ze dat stemmetje. Pluk ons, schud aan de boom. Wij zijn al lang rijp. En ze keek en ze zag die appelboom met die lekkere soppige appels en zei, ja dag, als ik daaronder ga staan, dan krijg ik een appel op mijn kop. Ik ben niet gek. En ze rende verder en ze hoorde weer die andere stem. Die zei, oh, haal ons eruit, haal ons eruit. We zijn gaar. En ze keek naar de oven en er rook zat brood. En ze zei, ja hallo, en nou ik verbrand ik mijn eigen handen. En ik ga snel weer verder, ik heb andere dingen te doen. En ze rende en ze rende en het pad kronkelde en ze ging naar boven, naar beneden en kwam uit bij het huisje van vrouw Holle. Ze wist al lang wie vrouw Holle was, dus ze was ook helemaal niet bang. En ze zei, vrouw Holle, ik kom jou helpen. En vrouw Holle zei, goed. En ze nam het meisje aan. Het meisje deed haar best, de eerste dag. De eerste dag deed ze alles wat vrouw Holle van haar wilde. Ze poorde in het kussen, ze gooide het kussen. De veren vlogen in het rond, niets aan de hand. En daarna ging ze vegen en ze ging boenen en ze ging stoffen. Prima. De tweede dag, ach, vrouw Holle is zo lief voor mij. Ik doe het wat rustiger aan. Dus ze poorde wat in dat kussen, legde het weer terug. Toen keek ze zo eens rond, dacht, nou, de vloer ziet er mooi uit. Ze veegde wat over de tafel, kruimels op de grond. Nou, hup, zo, klaar. De derde dag. Toen lag ze wel lekker in haar bed. Toch? Ik blijf lekker liggen. Nou, vrouw Holle had het wel weer gezien. Ze zei, meisje, wil jij zo langzamerhand niet eens naar huis? Ja, ik heb eigenlijk best wel heimwee.